Welkom. Nou, mooi. Mij was gevraagd om een vlog te maken. Eigenlijk met het thema wie ik ben. Nou, ik ben Jeroen Burghout, trainer voor onder 21. Ik moest ook wat vertellen. De vraag, hoe gaat nu de voorbereiding? Hoe gaat het met die jongens van onder 21? Nou, dat zal ik zo meteen allemaal laten zien, uitleggen. En waar kan het mooist als we op mini-trainingskamp zijn? Dat zijn we dit weekend. We zijn in Elspeet. Ik kom zelf uit Apeldoorn, dus het is mooi dichtbij. Een beetje mijn omgeving. En ik neem jullie mee dit weekend in wie ik ben, wie de onder 21 is en hoe onze voorbereiding gaat. Nou, mijn vakantie is alweer een tijdje geleden. Het heeft er ook een beetje mee te maken dat ik dit jaar aansloot in de voorbereiding ook bij het eerste team. Dus dat betekent dat ik een kleine 2 weken vakantie heb gehad. Nou, ik ben in verband ook met corona heerlijk in Nederland gebleven. Nederlandse kust. Dus ja, kort, maar wel krachtig en ja, was wel even leuk. Alleen het is voor mij alweer een tijdje geleden. Goedemiddag, mijn naam is Thomas. Mijn naam is Frenslin, aangenomen. En wij nemen even 2 dagen mee op ons trainingskamp hier in Elspeet. En nou, wordt gezellig. Wat gaan we doen? We zijn nu even gewoon rustig aan het wandelen, Thomas. Lekker over de Veluwe. Ja, ja. Even een rustig wandelingetje na de lunch. Heerlijk. En daarna gaan we ons voorbereiden voor de wedstrijd vandaag tegen Go Ahead Eagles. Ja. Nou, we hebben ons klaargemaakt voor de wedstrijd. We gaan nu naar de wedstrijd toe, naar de ESV. Usje, even zit er ook. En Emco, zeker. Ons favoriete buschauffeur en favoriete teammanager. Nou, we zijn mooi bij WSV aangekomen. Het is ook een clubje waar ik vroeger zelf heb gevoetbald. Vanaf mijn 5e, dus ik ben al ruim 30 jaar lid hier. Ik ben hier ook 4 jaar hoofdtrainer geweest, ook jeugdtrainer. Dus ja, ik voel me wel hier thuis. Nou, nu spelen wij met Cambuur onder 21 tegen Go Ahead Eagles onder 21. Nou, vorig jaar was dat een gelijkspel. Nu ben ik wel benieuwd waar wij staan, een week voor de competitie. En ook waar de Eagles staan. Nou, het belangrijkste is ons eigen ploegje. En hopelijk, ja, want er komen ook wat mensen uit Apeldoorn die nu ook een beetje Cambuur gevoel gaan krijgen. Ja, kunnen we ook onszelf goed presenteren. Dus op een mooie wedstrijd. Ja, we hebben net gespeeld en dan komen we even een oud Cambuur talent tegen die nu een profcontract heeft bij Top Os. Ja, en hij is gewoon even bij zijn oude ploeggenoot. En met name voor Dela kwam hij. Zeker, Dela. Ja! Wij zijn even benieuwd, dus voor de vlog, even voor de jeugdspelers van Cambuur. Wat vond je ervan? Ik vond vooral de laatste 20 minuten goed. Die goal zag er goed uit, dus ik vond het tempo wel lekker over de laatste. Dus dat beviel me. Hoe gaat het met jezelf? Goed, goed genoeg. Mis je ons nog een beetje? Absoluut. Okay. Heel veel succes, jongen. Wat? Mijn? Ja. Dat is natuurlijk zowel als trainer en voor stafleden, maar zeker voor de spelers is dat weer heerlijk. Want we hadden sinds oktober geen officiële wedstrijd meer gespeeld. Zelfs geen oefenwedstrijd tegen een andere ploeg. Maar ik denk dat het belangrijk is. Ik ben wel eens benieuwd wat jullie ervan vonden om weer oefenwedstrijden te spelen. Ja, we kunnen inderdaad zelf het beste vertellen over hoe de wedstrijden zijn gegaan. Voor mij is het helaas een beetje anders, want ik heb een blessure aan mijn knie. Ik ben 5 weken geleden geopereerd aan mijn meniscus. Maar ik ben wel heel aardig op weg alweer om weer volledig met het team mee te trainen. Dus ik heb helaas niet met de wedstrijden mee kunnen doen. Maar gelukkig kan Frenslin hier wel wat meer over vertellen. Dus ja, hoe is het om weer wedstrijden te spelen? Dat is natuurlijk lang geleden, sinds de laatste wedstrijden vanwege corona en zo. Maar hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, het is weer een goed gevoel om sowieso tegen andere externe clubs voor je te mogen kunnen voetballen. Ja. Nou ja, de intensiteit en de weerstand is natuurlijk anders dan bijvoorbeeld een onderlinge wedstrijd. Mm-hmm. Nou, dat is ook gewoon om te zien waar je dan staat als team en individueel. Yeah. En nou ja, de wedstrijden zelf, nou in principe hebben we al mooie tegenstanders kunnen vinden om tegen te spelen. Bijvoorbeeld tegen Emmen hebben we 6-0 van kunnen winnen. Ze spelen 2 niveaus hoger dan ons. 6-0 winst en dat is gewoon een goede pot van ons. Nou ja, en dan bijvoorbeeld de maandag erop een wedstrijd tegen Argon om 23. Nou, dat was. Dus lijkt me wel op zich een redelijk lastige club om tegen op te laden. Zeg maar de amateurclub is toch anders dan een Emmen, weet je wel, spelen tweede divisie. Uh-huh. Maar hoe heb jij dat ervaren, zeg maar? Nou ja, het was even die switch, zeg maar. Nou, zoals de trainer ook heel vaak herhaalt, gewoon mentaliteit, hoe je dan weer kijkt naar de volgende wedstrijd en dan tegen een amateur. Ja. Nou, dat is gewoon belangrijk om dan ook tegen dat soort clubs gewoon de focus te blijven. Juist, die focus. Gewoon, voor alles te eigenlijk geven. Eigenlijk bijna nog belangrijk, omdat het minder vanzelf gaat. Dus. Ja, precies. Ja. Ja.
Okay. Maar ondanks dat wel gewonnen natuurlijk. Maar, ja. En hoe was de wedstrijd tegen Go Ahead? Ja, ik kwam een beetje moeilijk aan voetballen toe. Nou, Go Ahead Eagles speelt zelf ook het eerste. De onder 21 wil zeg maar net als het eerste maar spelen. En we hebben ook gezien in de voorgaande wedstrijd dat het eerste van Cambuur heel veel moeite met Go Ahead Eagles heeft gehad. En nou ja, dat was gisteren ook weer terug te zien, zeg maar. We kwamen moeilijk aan opbouwen toe. Nou ja, de combinaties waren niet vloeiend. Wel kwamen we op zich wel aan veel kansen, alleen niet benut. Tenminste, de eerste drie blokjes. Mm-hmm. Nou, gelukkig in de laatste blok konden we wel twee keer scoren. Dus dat was dan wel weer positief. Okay. Nou, allereerst, het is een iets andere voorbereiding dan het vorige seizoen. Dat heeft ook mee te maken met corona. We zitten nog steeds vast aan het testen. We hebben helaas ook een aantal coronagevallen gehad, waardoor wij er weer 2 weken in quarantaine zaten. Dus dat is altijd niet makkelijk. Nou, wat ook wat enerzijds wat moeilijker is voor een trainer, maar ook weer mooi voor de club, is dat er heel veel jongens met het eerste mee trainen en ook wedstrijden hebben gespeeld. Ja, vorig jaar hadden we de gehele groep. Nu zijn er toch veel jongens met één mee. Nou, dat heeft wel weer aanpassingen nodig voor de trainingen en ook met de wedstrijden. Want je moet er toch een team van maken en je wil ook je speelwijze ontwikkelen. Nou, dat is soms even wat lastiger. Anderzijds, we moeten ook in het teken staan. Hè. We willen allemaal profvoetballer worden. En dan is het ook juist super mooi dat heel veel jongens met het eerste helft meedoen. En daar ook heel veel energie. Hè. Dan moeten ook de energie gaan geven bij de rest van de spelers. Dus dat is mooi. Mooi is ook weer dat we wedstrijden kunnen spelen. En we zijn nu ook op een trainingskamp. En de trainingskamp vind ik altijd een belangrijk iets in de voorbereiding. Want hier op het trainingskamp dan hebben we het over verschillende items van speelwijze, zoals het spelen van wedstrijden, maar ook een beetje het groepsgevoel. Nou, zometeen kunnen jullie daar denk ik veel meer zelf over vertellen wat we hier aan het doen zijn. Want we blijven in een heel mooi hotel, Hotel Mennerode in Elspeet. Ja, en dat is niet alleen lol en humor is ook zeker belangrijk. Nou, we hebben het ook over teamontwikkeling en dat is net zo belangrijk. Dus eigenlijk in deze 2 dagen kunnen we heel veel dingetjes creëren binnen de groep. En dat is het unieke en ook het mooie aan deze voorbereidingsperiode. Want volgende week moeten wij weer van start. Nou, Thomas komt er net aan. Thomas is geblesseerd. Nou ja, ik ben nog een beetje buiten adem. Want als trainer moet je ook soms even meedoen. Thomas even rust. Jongens, wandelen nu even uit. We hebben net al wat gejogd. We hebben al krachttraining gehad van Jan Hendrik, bovenlichaam. Aito. Lekker in de natuur op de Veluwe, een beetje mijn omgeving ook nog. En die jongens wandelen nu uit. Dan gaan we zometeen weer het tweede blokje joggen. Helaas moet ik ook meedoen. Maar ja, daar hoort ook weer een beetje bij als trainer. Dus we gaan weer.